In de 30e minuut komt de stand op 1-0 voor Oldenvest. De doelpunt te maken. Renssel Eikelboom! Thank you.
Dan op Hiel. Alles pet, alles pet. Goed zo. Goed zo, jongen. Lekker. In de 50ste minuut komt de stand op 2-0 voor alle besten door een eigen doelpunt van Brooks the Boys. Lekker voor de goal! Steven, de thuiswedstrijd tegen Brooks the Boys, een 2-0 winst, de rekening vereffend? Ja, zeker. Hier zat wel wat druk en wat spanning op na die eerste wedstrijd natuurlijk. Dus het dak ging eraf binnen, dat was mooi. Ja. Wat was het grote verschil uit destijds? Hè? Je laatste nederlaag sinds een wedstrijd op 12? Ja, nou ja, ik denk dat we nu een stuk volwassener hebben gespeeld dan toen. En we hebben denk ik ook minder gevoetbald als dat we normaal doen. Toch wat behoudender en ook zelf wat zakelijker af en toe. En dat heeft er denk ik wel toegeleid dat Brooks the Boys weinig grote kansen heeft gehad. En ook niet in hun kracht kwam. Dus volwassen overwinning. Als ik erover nadenk tijdens de wedstrijd, dan kan ik er niet van één speler zeggen dat was de man of the match. Nee, dit is echt zeker een teamprestatie. En dat zie je aan het einde ook. Er wordt echt geknokt en sommigen zaten er ook echt wel doorheen. Maar ik heb ook bewust niet gewisseld, want ja, we zaten gewoon als team fantastisch in die wedstrijd. En dat was echt heel mooi om te zien. Het was wel een beetje sneu bij de 1-0 dat ze naar Jente toe liepen en niet naar jou. Nou, maar dit is ook zeker Jente zijn verdienste. Dus dat was meer dan terecht. En we trainen er veel op. En dat dan in zo'n wedstrijd de 1-0 oplevert, dat is, daar krijg ik ook kippenvel van.